Als zij binnenkomt, dan komt daar iemand binnen die al tegen Interlands achter de naam heeft staan. Dus als zij wat zegt, is het anders dan iemand van 18 binnenkomt. Zo werkt het gewoon. En dan zeg ik, haar karakter is ook heel fijn. Dus het gaat allemaal overleg. Dus het is een heel vrolijke, prettige speelster om te hebben. En met die speelster doelt Sliedrecht sportcoach Vera Koenen op Kirsten Knip. De 28-jarige international keerde deze zomer terug in Sliedrecht nadat ze er eerder al van 2012 tot 2015 speelde. Daarmee voelt het voor Knip een beetje als thuiskomen, want zoveel is er in die tijd niet veranderd. Het is natuurlijk wel een andere sporthal, de stoep is niet meer. Maar nee, weet je, nog steeds dezelfde mensen, nog steeds dezelfde manager. En dat is gewoon, dat is leuk. En dezelfde scout, Dre, die nog steeds achter het veld zit. Dus nee, dat vind ik alleen maar heel erg leuk. Dat iemand met de ervaring en het statuur van Knip terugkeert naar de Nederlandse Eredivisie is niet geheel zonder reden. Tot de corona-uitbraak speelde ze in Roemenië, maar door verschillende omstandigheden besloot ze dat het voor haar beter was om terug te keren naar Nederland. Ik zat in mijn eentje, of ja, wel met Femke Stoltenborg, vriendinnetje van me, en toen ook teamgenootje in Blaj, of all places in Roemenië. Wie kent het niet? Wie kent het niet, nee. Het duurde een dag om daar te komen, dus het was voor mijn vriend was het ook niet echt te bereizen. Dat wisten we van tevoren, maar we wisten niet van tevoren dat er in de familie een aantal dingen zouden voorvallen wat gewoon nogal pittig was. En dan is het niet leuk als je zo ver zit. Dus toen heb ik wel vrij snel gezegd van ik wil dit gewoon niet meer. En ik moet gewoon even bij de familie zijn en even teruggetrokken. En dat is wat Knip dan ook deed. Ze hield op Papendal haar conditie op peil en trainde daarmee met het talentteam. Maar vroeg of laat kwamen de volleybalkriebels terug en wilden ze weer wedstrijden gaan spelen, waardoor ze uiteindelijk bij een oude bekende in Sliedrecht terecht kwam. Toen hebben we even gekeken of er misschien in het buitenland een optie zou zijn. Nou ja, dat kan je als libero vergeten, al helemaal gedurende het seizoen is dat heel lastig. En ik wist van Sliedrecht van de situatie hier. Dus eigenlijk was het op een gegeven moment van 1 en 1 is 2. Soms zit het mee als trainer, zeg maar. Dus wij hebben natuurlijk al heel lang dat onze libero de kruisband van de knie gescheurd heeft. Dus we waren al heel lang zonder libero. Dus ja, en soms heb je een gelukje. En dan word je opgebeld door een internationaal die zegt, mag ik alsjeblieft bij jullie spelen? daar hoef ik niet zo moeilijk over te doen. Dus dat is gewoon fijn. En zij helpt ons heel erg en wij helpen haar aan haar wedstrijdritme eigenlijk. En dus is de 237-voudig international voor nu, al zei het zonder publiek op de tribunes, weer even terug op de Nederlandse velden. En of dat volgend jaar ook zo zal zijn, dat durft ze nog niet te zeggen. Ik ben daar heel makkelijk in. Ik weet dat op dit moment. Ik speel nu bij Sliedrecht dit seizoen en deze zomer gaan we met het Nederlands team op pad. En daarna zie ik wel wat ik ga doen.